Het traditioneel gezag bij de Samakas onder leiding van kapitein Alfred Amoussi vraagt de autoriteiten om aandacht voor erkenning van Graman Frans Banaai, die op culturele wijze is gekozen. Gisteren is een groep traditionele gezagdragers naar het regeringsgebouw getogen om de vicepresident en bewindslieden voor aanvang van de Raad van Ministersvergadering aandacht te vragen voor een oplossing in de kwestie die al jaren gaande is. Ade ook twee na serana gebied. Maar te wie a probleem dat a gesta kion de manier si unu. Mino sa fa ef wie ati wif bo fati dia so beka open fu de ma sita kue fuka na bu de la moda de ma bo siya da kane de bo long yep unu. Ma un un ab no ma tra eit wek moro luku wa manga a fuk ba u de na foto. Na asem san we yere, asem san we yere. A gesta kue na tinengere. Uno ma bakre pasan dis moro daro mek ukon. Luku mina kapitein sai forte ko wordak den grama jaso na foto ma mina tan abos kondre ma wero ko samon and if dem carry me and Mr. Fashita ki buruya de ina abu fasurina mo buruya de ina sama ka khobi dami musma knapu fuka yepi une metrobi ma umusma bokrai pe Allah falak abeng kuruturu. De kapitein vindt dat er begrip moet zijn voor elkaars cultuur binnen de gemeenschap. Hij stelt dat het grote verbazing wekt bij de Samaka-gemeenschap dat er een Graman gekozen is op traditionele wijze en deze niet wordt erkend door de overheid. Uno wa make dede fado ina libamoro. And this one an ego about politik. Ma I go about a fast fa akruturu fasi. We tiri aliba. And this na kruturu fasi we roko. Une roko no antra fasi. Sa maka liba. Na keiki liba. Sa maka konde abe en kruturu fasi. And di kativo bide. No di kruturu. Hein? Feti. Stray. Feti kwati di kativo. Umeni gangoni bide debita. Feti ta suti ugbo ugbo. Dule we kwa matu. Donc les cultures ou fêtes, hembe de baka ambi mama, hende ko haxi freida kuwi, no atika de son dena kaba, ma eda erken di gama, di kulturu buta dawaki, no wogwa asama kali obaka, ma saoko henda direkero foto hembuten. Amoussi benadrukt dat de kwestie sinds 2015 gaande is en de Samaka-stam graag rust wil voor wat betreft het kiezen van een gedragen vertegenwoordiger. In 2018 is Albert Aboikoni beëdigd door de regering Bouterse als Gramang bij de Samaka. Binnen de gemeenschap is er nu een conflict omdat een groot deel van de groep deze gezagsdrager niet erkent.